moet het vaak doen om in leven te blijven. Een dialysepatiënt heeft eigenlijk een 3- tot 4-daagse werkweek met zichzelf in leven houden. Voor een patiënt voelt dit ook als werk en daarnaast worden ze er ook nog fysiek heel moe van. Bij nierdialyse thuis ga je wat je in het centrum doet, 1-op-1 verplaatsen naar een thuissetting. En wat je dan met thuisdialyse bereikt, is dat je in urenbelasting alleen al enorm veel zorg wegneemt. Als je een thuisdialyse hebt, heb je meer vrijheid, heb je de stress niet meer. Voel ik mij prima. Ik ben zo blij dat hij thuis is. Het maakt het werk afwisselender, leuker. En daarnaast heb ik even goed contact met collega's, weliswaar via de computer. Maar het is toch niet dat ik alleen ben. Koen, kan ik even met je overleggen? Mooi is dat ik nu live inkijk in de actuele dialyse van meneer Zoeka. Het gaat om veiligheid van patiënten. Maar ook de verpleegkundigen moeten het idee hebben dat ze niet alleen gelaten zijn. ICT speelt een essentiële rol in thuisdialyse. En daarvan werd vrij snel duidelijk dat we echt bij KPN zouden moeten zijn. Want betrouwbaarheid is een essentieel onderdeel voor het thuisdialyse traject. Het Flevo Ziekenhuis werkt mee aan een zorgexperiment wat geen experiment meer is. Het is actuele zorg geworden, uniek in Nederland. Ik denk dat dit zeker een groot onderdeel van de toekomst van de zorg is. Patiënten zijn op een gegeven moment dankzij IT-oplossingen niet meer gebonden aan een vaste locatie, maar mobiel op de camping, tijdens vakantie. Al deze dingen zijn mogelijk, mits je intelligent genoeg je ICT ontwikkelt en je een partner hebt die de verbinding te allen tijden blijft waarborgen.